Rond een uurtje of zes kwamen er een aantal Ajax-fans in ieder geval deze kant op. Het waren een mannetje of 15 die kwamen langs. Capuchons en sjalen, dus niet te herkennen. Maar die kwamen eigenlijk de straat ingestormd en zijn buiten keer gegaan tegen de paar jongens die buiten stonden te roken. Een aantal waren snel binnen die buiten stonden te roken. Een aantal zijn helaas dus te grazen genomen. Er was één jongen die werd helaas geraakt met of een kruk of met een prullenbak. Dat kan ik niet helemaal nagaan. Hij had een flinke hoofdwond in ieder geval. Die hebben we naar het ziekenhuis toegestuurd. En er waren een paar jongens met wat kneuzingen en dingen. Maar dat valt gelukkig mee. Een van onze personeelsleden die werd helaas ook nog door de ME geraakt toen ze bezig waren. Dus die had een dikke wang. Een aantal barkrukken zijn heen en weer gegaan. Maar de ME was er eigenlijk ook binnen 30 seconden waren ze erbij. Dus het was wat dat betreft een geluk dat ze ook in de buurt waren. Want dat maakte voor ons de kans gewoon om naar buiten te gaan en de Celtic fans naar binnen te trekken. En de ME die heeft eigenlijk de groep railschoppers de straat eigenlijk uitgestuurd.